Goedemorgen. Het is vandaag alweer de laatste dag van Cannes Lions en ook van de Embassy of Dutch Creativity. En we gaan vandaag weer praten met jonge honden en met Rauw. En het is ongelooflijk, maar ze zijn er allemaal. Ik ben super trots op ze. We gaan eens even kijken met wie we vandaag aan tafel zitten. Ik ben Jesse, Head of Concept and Creation bij Megawatt in Eindhoven. Dus iemand uit het warme zuiden die eigenlijk al dichter bij Frankrijk was dan anderen. Ik ben Mara, ik werk bij Selma als creatief stratege en verder geen idee even. Ik ben van Rauw. Sorry, het is vroeg en het is de laatste dag. Maar wat fantastisch. Maar het is even brain fart. En de jonge honden zijn er ook deze ochtend. Ben ik echt super blij mee. Ik ben Isabella, tweedejaars student in Eindhoven van de opleiding communicatie met specialisatie advertising. Hoi allemaal, ik ben Loes en ik doe eigenlijk precies hetzelfde als Isabella. En wij hebben afgelopen april pitch gewonnen, waardoor we hier nu zijn. Dus super tof. Het is hartstikke leuk. We hebben nu 4 dagen achter de rug. We hebben nog 1 dag voor de boeg. Ik wil van jullie weten, wat is je highlight geweest en waar heb je spijt van gehad deze week? Het beginnen waar ik spijt mee gehad heb, is denk ik toch Kiki Palmer ben ik langs geweest. Was super tof, maar het ging vooral heel veel over zichzelf. En ja, was toch jammer. En highlights, we hebben gisteren in de Arbox Villa super toffe talk gehad over Gen Z en het bereiken van ze. En ik denk dat, het was iets heel kleins, maar toch wel heel inspiratievol. Oké, voor mij, waar ik spijt van heb, is dat ik gisteren 1 uur en 1 kwartier in de rij heb gestaan bij Reddit om een crampje te krijgen. Ik dacht, oh, er zal wel iets meers uitkomen, maar nee, dat is alles jammer. En het leukste, ja, ook die talk van gisteren, ik vond het echt heel insightful en ja, het voelde ook heel close, zeg maar. Dus je kon ook heel makkelijk gewoon vragen stellen, wat heel fijn was. De grootste high is denk ik dat we met Rauw eigenlijk een eigen panel talk hebben gehad. Over eigenlijk iedereen hier is oud en vertelt hoe het eigenlijk moet. Maar we moeten jongeren eigenlijk veel meer aan het woord laten. En daar zat ik in het panel en dat is denk ik echt wel een van mijn hoogtepunten. Dat eigenlijk vind ik dat heel kan veel meer jonge mensen op een podium moet hebben en wat hun visie is. Om het wat op te shaken hier. Want uiteindelijk zijn wij het die het moeten gaan doen. Dat we die Gutterbar, wat is dat joh? Dat is gewoon een veredelde ijssalon. Wat doet iedereen daar? Dat is echt zeg maar mijn grootste ding waarvan ik denk, why? Mijn grootste highlight. Ik heb weten te kunnen regelen dat ik bij Densu aan mocht schuiven. Bij Lando Norris en Zac Brown. Over hun content in Formule 1. Daar gaat mijn Formule 1 hartje ook wel wat harder van kloppen. Dus we zaten ook vooraan en alles op de foto. Dus nou, niet alleen maar de female crush, maar ook... Ja. Ik heb gevraagd of hij de groetjes kon doen aan Max. Hoop dat hij het gedaan heeft. Dus dat was wel een hoogtepunt. Maar een ander hoogtepunt, we hadden een ontbijtsessie bij Amp Amsterdam. In een villa waar zij dus al 20 jaar zitten. Wat echt een soort van narco's vibe was. Super vet. Met mooi gedekte tafels, croissantjes en heerlijke broodjes en lekkere koffie. En hadden het over Sonic Branding en wat zij er allemaal in doen en hoe zij hun projecten doen. Dat was ja, super inzichtvol. Fucking goede presentatie. Mag ik dat zeggen? Anders piep je die eruit. Dus dat was wel een hoogtepunt. En ja, dan misschien waar ik spijt van heb. Nou, de Gutterbar inderdaad, dat hoeft eigenlijk niet, want ja, je stopt op zo'n hoogtepunt zeg maar, van de avond rond 2-3 uur. En dan gaat iedereen nog even naar de Gutterbar. Waar ik ook wel spijt van heb, is dat ik eigenlijk elke dag wel mijn lunch ben vergeten. Dus dan heb je om 6 uur zo'n honger en dan ben je echt zo chagrijnig. En dan ja, ga je langs al die tentjes hier om een soort van gratis dingen te halen en in je bek te stoppen. Maar, en dat ik misschien wel een vanmorgen erachter kwam dat ik een shirt aan heb van een ander bureau. Dat heb je opgehoord. Sorry Simon. Toch kom je weer allemaal inzicht. Hè? Wat het jammer is dat dan niemand roept hoe leuk het hier is bij de embassy. Maar weet je, ik vergeef het jullie. Oké, ik hoor heel veel over jongere mensen ook meer op het podium neerzetten. Wij geven jullie hier een podium. Ik ben zelf ietsje ouder. Maar ik voel me nog steeds jong at heart. Als je nou kijkt naar de toekomst. Wat voor een tip geef je de mensen, de jonge mensen die er volgend jaar naartoe zouden willen gaan. Wat je zelf graag gehoord had willen hebben. Het zijn net mensen. Nou ja, je bent als junior en als jonge hond. Ben je altijd wel... Ja, kijk je wel op tegen echt de grote mensen die een bureau leiden, spraakmakelijk werk hebben gemaakt. Het zijn toch wel een beetje de,
ja, de artiesten, zeg maar. Zo kan het af en toe voelen. Maar door hier zo, ja, allemaal op één lijn te zitten, naast ze te zitten, met ze te lunchen, met ze een gesprek te voeren, niet alleen over werk, maar ook over persoonlijke dingen, ja, dan wordt dat heel menselijk allemaal. Die drempel is helemaal niet zo hoog. En zeker niet, want de ECD's die hier allemaal zitten, en de CD's en de MD's, die, ja, die komen ook allemaal ergens vandaan. En die vinden het juist superleuk om in gesprek te gaan. Dus nee, geen, gewoon lekker het gesprek aangaan. Ja. Om daarop toe te voegen, je moet ook vooral wel durven te spreken over wat jij vindt. Want het is hetzelfde inderdaad, het zijn net mensen. Maar je moet wel blijven zeggen wat je vindt. En ook al zeggen ze misschien de eerste keer wat een raar idee, of dat is, zo zie ik het zelf niet, blijf het doen, want anders dan gaat er nooit wat veranderen. Dus spreek je uit. Beetje ballen hebben. Ja, vooral netwerken. Het is en blijft vermoeiend, maar het is toch wel echt heel belangrijk om te doen. En ook, ik heb gemerkt dat er heel weinig diversiteit is, als in waarschijnlijk 80-90% man. Dus om dat te veranderen, moeten wij gewoon ons best doen en uiteindelijk meer diversiteit erin brengen eigenlijk in de advertisingwereld. Ik denk misschien ook wel aan, als ik naar mijn klasgenoten ook moet spreken, ga gewoon meedoen met jonge honden en ga hier naartoe, want je leert er heel veel van. Nou, zo zie je het maar weer. Het begint allemaal met, je moet hier gewoon naartoe. Je moet je uitspreken, je moet doorvragen. We moeten meer diversiteit hebben. Dat neem ik me zeer ter harte. En daar hebben we iedereen voor nodig. Dus zorg ook gewoon, als je denkt, ik hoor er niet bij, gewoon proberen. You never know. En dan hopen wij jullie allemaal weer te zien volgend jaar voor een nieuwe editie van de Embassy of Dutch Creativity. Tijdens Cannes Alliance Festival of Creativity. Tot dan.